Het heeft even geduurd, maar we zijn er weer. Hallo, wij zijn Klaasje, Frits en Diva. En samen wonen we in een camper en trekken wij zo vaak als we kunnen op uit. Wil je dat ook zien? Nou, abonneer je dan en blijf het mee. Ja, we hebben ons al een tijdje niet meer laten zien eigenlijk. Dat komt natuurlijk doordat wij wat meer hebben gewerkt dan anders. Wat minder vrij hebben gehad. En in deze periode was dat eigenlijk ook niet zo erg. Maar goed, we zijn er nu weer. En we moeten nog een weekje werken. En dan zit het erop voor ons. Dan gaan we ons voorbereiden voor het reizen. Reizen door Europa. Wij kijken heel erg naar uit. En ik heb echt geen idee waar we naartoe gaan. Wat we wel beloven is dat we heel regelmatig filmpjes zullen maken. Denk aan één keer in de week, als we wat beleven. Als we nog meer beleven, wat vaker. Dus het wordt heel gezellig, denk ik. Ja, we hebben wel veel gedaan hoor, de laatste maanden. Natuurlijk de normale werkzaamheden. Daarnaast hebben wij natuurlijk de werkzaamheden die erbij komen vanwege de overname. Dan moesten we nog een heleboel spullen opruimen, want we hebben toch veel nog wel opgeslagen. We hebben helaas de MP3 ook weg moeten doen in verband met te weinig mogelijkheden om het mee te nemen. Dus we gaan er waarschijnlijk ergens in Portugal, waar onze basis straks zal zijn, dat we daar een autootje kopen. Dus eigenlijk nog veel goedkoper. Zal ik een Klaasje ook een keer naar de winkel of dat soort dingen als ik moet helpen of de camper wil laten staan. Dus dat is ook wel leuk. En ja, in de weekenden had het hier natuurlijk hartstikke regenachtig het laatste voorjaar. Nou ja, nu is het mooier is, hou ik me wat meer bezig met het schilderen, zoals daar. Kleiner ook wel, en dat kan ik dan binnen doen. En we gaan vandaag de boel afsluiten. Hier in Stoutenburg, bijna moet ik zeggen. Ik heb nog een zoon, die zit daar in de camper. Die leeft al bijna een jaar in de camper. Die is naar Scandinavië geweest. En het Iberisch Schiereiland, nu in Nederland, want dat moet ook een paar maanden per jaar. En dan gaat hij straks weer naar Scandinavië. Maar eerst gaan we vanmiddag naar Almere. Daar gaan we een barbecue hebben voor het afscheid van mijn schoondochter, zoon en mijn kleinkind. Nou, hartstikke leuk. Ons kleinkind. Hartstikke leuk. Maar die gaan op de 2,5 week voor ons uit en dan rijden wij er achteraan. Leuk vooruitzicht, hè? Ja, en hoe gaat ons leventje er straks uitzien? Nou, heel rustig zou ik zeggen, maar dat is niet helemaal het geval. Wat gaan we doen? We gaan straks richting het zuiden reizen. De reis naar Portugal toe, dat is onze vakantie. Ik heb echt nog niet een idee hoe lang we erover gaan doen. Misschien een week, misschien twee. Ik heb geen idee hoor. Maar uiteindelijk willen we toch een beetje gang maken. We zijn misschien nog niet helemaal in de pensioenstemming. Want we moeten daar ook aan de slag. Het boerderijtje waar onze kinderen gaan wonen. Die heeft de hele tijd leeg staan. Dus we moeten even kijken naar de riolering, septic tank. Er moet een veranda gemaakt worden. Er moeten zonnepanelen aangelegd worden. Er moet uiteindelijk ook een boorhol komen. En anders moet het in de korte tijd ergens anders water zien te regelen. Er moet gesnoeid worden. Er moet, ga maar door. Er groeien heel veel bramen, dat is net onkruid. En die zorgen dat de rest verstikt. En natuurlijk moeten er worden geplukt. Er moeten druiven worden geplukt, olijven worden geplukt. En in die tussentijd zullen wij steeds op vakantie gaan. Ook wel een keer een week of vier. Ik denk zelf in augustus ergens. En er is heel veel te doen in de buurt waar je er gewoon heel lekker van kunt genieten. Wij wel. Het zal rust zijn. En in de tussentijd een beetje werken. En dat is ook een beetje zoals onze vlogs eruit zullen zien. Dus het is wel een reisvlog, want wij wonen in de camper en we reizen veel. Maar we hebben ook een basis en daar moeten we ons geld verdienen, zeg maar. Want ze kunnen het wel alleen, maar het is altijd makkelijker als er een hand bij is. En dat is altijd goed. En ik vind het trouwens ook heel leuk om te doen hoor. En Klaasje ook. Nou, dus het zal zijn dat wij dus zullen laten zien wat we daar aan het doen zijn. Het zal ook zo zijn dat we gaan reizen. En dat zullen we natuurlijk ook blijven filmen. Op onze eigen manier. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. We gaan geen productvideo's doen, want dat zie je nu overal. Het is allemaal reclame en het aanmoedigen om bepaalde producten te kopen. Nou, dat ga ik niet doen, dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. En we zullen het wel zien. Jullie gaan dat hopelijk gewoon meemaken.
Ik wil wel graag iedereen even bedanken, want we zijn zo lang uit de lucht geweest en we hebben toch langzamerhand steeds meer kijkers gekregen, meer abonnees. Dus iedereen die nog eens blijven hangen, heel erg bedankt dat jullie dat hebben gedaan. En voor alle nieuwe kijkers, heel leuk dat jullie erbij zijn. Ik hoop dat we het allemaal leuk gaan vinden en laat maar weer horen wat jullie ervan vinden. Dit zal het voorlopig zijn. Er is nog niks te beleven, gewoon wat ik al zei. We zitten hier in de zon, zoals Klaasje net liet zien. We genieten van het uitzicht, dat kan nou met het mooie weer. Ik vermaak me een beetje met allerlei andere kleine dingetjes. En nog een week en dan zit het erop. Tot de volgende keer.